waar het over gaat. Elektrisch vermogen. Natuurlijk, lading. Elektrische lading. En elektrische lading, waar komt het vandaan? De oorsprong is het atoom. Kijk, dit is meneer Rutherford en die heeft een model gemaakt van het atoom. Ja, we noemen hem niet voor niks de vader van de kernfysica, maar dat doet er niet toe. Het gaat om het atoom. Kijk, dit is het atoom. En wat zit er allemaal in? Nou, in de kernmiddelste daar zitten twee dingen. Neutronen, niet zo interessant, ze hebben geen lading. Maar die andere dingen, dat zijn protonen en die hebben een positieve lading. En die positieve lading, ja, die zorgt ervoor dat die kern zelf positief is en eromheen cirkelen de negatief geladen elektronen. En ieder elektron wordt dus aangetrokken door die positieve kern. Ja, daarom blijft zo'n atoom ook bij elkaar. Omdat er evenveel elektronen zijn als protonen, is het geheel wel weer neutraal. Dus de kern is positief, wat er omheen zwermt is negatief, maar van buitenaf bekeken, van een afstandje, is het gewoon neutraal. Nou, nu heb je zo'n elektron, en vooral de buitenste elektronen, ja, die kunnen er wel eens een keer van afvliegen. En voor je het weet, dan gaat die hoep weg. En die elektronen, ja, die zorgen ervoor dat metalen kunnen glijden. Dat in metaal een stroom kan gaan lopen. Ja, en die elektronen, nou staat het al, hè, vrije elektronen. Nou, we gaan even naar die lading toe. Ja, eventjes een paar dingetjes. Het symbool voor de lading is de hoofdletter Q. Eenheid, dat is deze. De hoofdletter C, Coulomb. En jawel hoor, daar hebben we weer zo'n persoon. Ja, een natuurkundige. En die heeft zijn naam geleend aan de eenheid van lading, de coulomb. Hoe groot is één coulomb, zul je je afvragen. Althans, ik zeg het. Nou, stel je voor, ik heb twee bolletjes. De ene bol, die geef ik een lading van plus 1 coulomb. En de andere bol geef ik de lading van min 1 coulomb. En zit precies 1 meter tussen elkaar. Dan trekken ze elkaar aan. En met welke kracht trekken ze elkaar aan? Nou, met 9 miljard newton. Nou, 9 miljard, kijk, 1 miljard is al behoorlijk. Nou, dan weet je wel van, precies, 9 miljard kilogram, dat is niet te houden. Oftewel, 1 coulomb lading, nou, die kom je niet tegen. Ja, je hebt vaak pas millicoulomb of microcoulomb en zelfs picocoulomb. He, dat zijn hele kleine hoeveelheden lading die je tegen zou komen. En een elektron die heeft zo'n lading. En ontzettend klein. Je ziet hè, hoeveel het is. Is min 0, nou een hele veel nullen. En dan pas een 1 en een 6. Dus je kunt het misschien beter schrijven op deze manier. Min 1,6 keer 10 tot de macht. Min 19 coulomb. En dit is een heel specifieke lading. Die heeft ook een speciale letter gekregen. Namelijk de E. De lading van 1 elektron is dus min E coulomb. Nou, die E noemen we de elementair lading. En dat is de kleinste hoeveelheid lading die je ooit tegenkomt. Ja, dus als iets een lading heeft, dan kan het nooit kleiner wezen als deze lading. Nou, ook hier weer eens. Kijk, stel je voor, ik heb weer die twee ballen. Maar nu geef ik ze niet een coulomb. 1 coulomb, maar ik geef ze 1 E. Ja, dit is 1 plus E. En kijk eens aan, ja, hier hebben we de min E. En ze staan op niet 1 meter achter afstand, maar op een hele kleine afstand. Ja, dat betekent dus, nou behoorlijk klein, dat ze elkaar dus wel weer kunnen aantrekken. Hè? Hoe groot is de kracht? Niet zoveel, hè? 2 keer 10 tot de macht min 10 newton. Maar dat is wel, ja, de praktijk. Ja. Die elementaire lading is klein en ja, die kracht is ook redelijk klein. Deze hoeveelheid trouwens, daar komt ook in het waterstofatoom voor. Ja. Het waterstofatoom met de positieve kern en het elektron eromheen, ja, die heeft precies een straal van 1 keer 10 tot de macht min 19. Dus deze kracht, 2 keer 10 tot de macht min 10 newton, die komt ook voor in het waterstofatoom. Daardoor blijft het waterstofatoom wel bij elkaar. Je hebt dus positieve en negatieve lading.
En positief deeltje wil dolgraag naar de negatieve lading toe. En die negatieve lading wil het liefst naar die positieve lading toe. En die beweging, dat wordt elektrische stroom genoemd. Ja? Tenminste, als die deeltjes kunnen bewegen natuurlijk. Hè? Daar gaat het natuurlijk wel om. Waarom bewegen ze? Omdat er een verschillende lading is. En verschillende lading, ja, dat heeft te maken met de elektrische spanning. We gaan even kijken naar de richting van die stroom. Want die plus die gaat naar rechts, de min gaat naar links. En wat is nou de richting van de elektrische stroom? Nou, daar hebben we een afspraak over gemaakt, of we, ze moet ik zeggen. En de afspraak is dat de richting van de stroom is de richting die de positieve deeltjes zouden gaan als ze los zaten. Nu zitten ze niet los. He, het zijn die protonen in die kern, daar zitten ze echt vast. Maar dat maakt niks uit. De afspraak is, als ze los zouden gaan, dan is dat de stroomrichting. Dus van plus naar min. Kortom, als je zo'n lampje hebt, ja, wat is de stroomrichting? De stroomrichting is van plus naar min. Ja. En heb je het lampje met de 1,5 volt, ja, dan krijg je dit voor de elektronen. Ja, dus de elektronen, de deeltjes die kunnen bewegen, die bewegen van min naar plus. Maar de afspraak is, stroomrichting gaat van plus naar min. Natuurlijk moet er altijd wel een stroomkring zijn, hè, want anders dan zal er helemaal geen richting zijn. Die stroomkring zie je nog een keer. Ja, maar iedere keer zijn batterij tekenen en iedere keer zijn lampje tekenen, dat is maar een tijdrovend iets. Dus je kunt beter werken met symbolen. Symbool voor batterij is dit. Klein streepje voor min, groot streepje voor plus. Symbool voor lamp is dit. Een mooi rondje met een kruisje doorheen. En dat kan dus alleen branden als er spanning is. Ja, en elektrische spanning, een symbool daarvoor, is de hoofdletter U. En de eenheid is volt. Ja, bijvoorbeeld deze, ja, een batterijtje, 1,5 volt. Je hebt ook natuurlijk deze batterij, 9 volt. Je kunt nog meer hebben. Wat dacht je van stopcontact? 230 volt. En baas boven baas, de hoogspanningsleiding, 380.000 volt. Ja, en alles heeft te maken met spanning, alles heeft te maken met energie. Die energie komt vrij in het lampje natuurlijk. Trouwens, energie. Laten we even kijken naar energie. Wat is energie? Nou, eerst eventjes het symbool. Hoofdletter E. De eenheid is joule. En je snapt natuurlijk weer joule. Hoe komen ze aan het woord joule? Nou kijk, van deze man. He, ook weer een natuurkundige die zijn naam daaraan gegeven heeft. Maar wat is nu precies 1 joule? Nou, stel je voor, ik heb 1 kilogram pak suiker op de tafel, 1 meter, en geef een klein setje, zodat hij naar beneden valt. Bam. Nou, de energie die daarbij vrijkomt, dat is 10 joule. Nou, dus dan heb je ongeveer een idee wat 1 joule is. He, dat is 100 gram suiker wat naar beneden valt over 1 meter. En die energie komt dus vrij in het lampje, maar hoe komt het dat die daar vrijkomt? Nou, dat komt omdat de lading belangrijk is. Gaat. Er gaat stroom doorheen. En stroom, dat is lading die zich beweegt. Nou, stel je voor, die gaat 2 coulomb. Nou, die gaat zo. Ja, zag je hem eventjes. En er gaat 3 joule energie in het lampje vrijkomen. 3 joule, 2 coulomb. Dat is wel mooi. Kijk, 2 coulomb, ja. 1,5. En er komt dan 3 joule vrij. Stel je nu eens voor, ik heb nu niet 2 coulomb, maar ik heb 5 coulomb. Ja. Kijk hoeveel energie er nu vrijkomt. Ja, dan gaat hij weer en plop, 7,5 joule. Omdat er natuurlijk meer lading langs komt, kan er ook meer energie vrijkomen. En wat betekent die 1,5 volt? 1,5 volt betekent dat voor iedere klomp lading er 1,5 joule aan de energie vrijkomt. Oftewel, de lading, ja, die bepaalt hoeveel energie er per klomp vrijkomt. Kortom, U is E gedeelde Q. Q, de lading die dus langskomt, ja, de gemeten lading natuurlijk in coulomb, en E is de energie, de elektrische energie
in joule. En dan krijg je dus daarna de spanning in volt. U is E gedeeld Q. Spanning, die moet je natuurlijk wel meten. Kijk, een prachtige multimeter, kun je spanning mee meten. En de spanning, belangrijk, die meet je over de lamp. Ja, de spanning staat er overheen. Je gaat nooit de spanning in iets meten. Nee, je meet de spanning over iets heen. Oké, dit is de spanning. Dan gaan we even kijken naar de stroomsterkte. Nou, ook hier weer, wat is stroomsterkte? Nou, de stroomsterkte is de lading, een kolomp, die per seconde door een draad stroomt. Ja, dus je telt de kolomp in 1 seconde en je weet de elektrische stroomsterkte. Symbool, hoofdletter I, eenheid, de hoofdletter A, de ampère. En ampère is dus Q gedeeld T. Ja, de hoeveelheid lading per seconde. Ja, dus Q is hier weer de gemeten lading. En T is de hoeveelheid tijd die je hebt om het te meten. En je krijgt dus dan de stroomsterkte in ampère. En ook dit kun je natuurlijk weer meten. En een multimeter heeft niet voor niks een multimeter. Hij kan meerdere dingen meten. Dus ook de stroomsterkte. En stroomsterkte gaat ergens doorheen. Dus de stroomsterkte neem je ook op in de stroomkring. Ja, dus op deze wijze. Je had hem trouwens ook best aan die kant mogen zetten. Hè? Want ja, kijk. Als hier bijvoorbeeld 5 ampère doorheen gaat. Zo, ja, dan moet hier ook weer 5 ampère doorheen. Hè? Denk maar eens aan water. Als er 5 liter per seconde hier stroomt, ja, dan moet hier ook 5 liter doorheen gaan, want anders zou er ergens een lek zijn. En dat is niet best. We gaan even verder met de batterij en een spanning eroverheen. En die spanningsmeter die meet natuurlijk 1,5 volt. En die spanning is er altijd. Ja, als je een batterij hebt, heb je altijd spanning. Echter, je hebt niet altijd een stroomsterkte. Ja? Want als je stroomsterkte wilt hebben, dan heb je nodig een, het is eerder aan het bod geweest, een stroomkring. Ja? En pas dan zal er een stroom gaan lopen. Ja, die kun je meten. En pas dan zal dus er energie worden vrijgegeven in het lampje. Oftewel, de energie die heeft eigenlijk te maken met twee dingen. Allereerst spanning. Ja? Zonder spanning geen energie. Ja. En het heeft te maken met de stroomsterkte. Want zonder stroomsterkte geen energie. Nou, kijken we eventjes eerst naar de spanning. Ja, die hebben we gehad. U is E gedeeld Q. En dan kun je dus veranderen met E is U maal Q. Ja, dus dan heb ik iets voor de energie. Die kan ik berekenen met U keer Q. De stroomsterkte. I is Q gedeeld T. Dan kan ik dus dat opschrijven als Q is I maal T. En dan ga ik deze Q hier invullen. Dan krijg ik dat de energie is U maal I keer T. Kijk, dus energie is dus afhankelijk van U en van I, van beiden. Even anders opschrijven. E gedeeld T is U maal I. Nou, ik doe het even gedeeld T, want wat is E gedeeld T? Wat is de energie per tijdseenheid? Ja, energie per seconde, joules per seconde, dat is vermogen. P, oftewel vermogen, ja, is de hoeveelheid energie per seconde. Ja, en dat is dus hier voor elektriciteit, P is U maal I. Ja, dus P vermogen is U maal I, U de spanning in volt, I stroomsterkte in ampère en dan krijg je dus P het vermogen in watt. Ja, dit is natuurlijk alleen voor elektriciteit, vermogen is altijd ook al E gedeeld T, ja, waarbij dus E energie in joules is en T de tijd in seconden. Oftewel je hebt hier twee manieren om vermogen te berekenen. Ja, met U en I en met E en T. En daar kan mooi gebruik van worden gemaakt. Ja, een kacheltje op
spanning van 230 volt. Ja, en loopt de stroom richting kachel 10 ampère. Natuurlijk gaat er ook weer 10 ampère terug. Ja, en daardoor krijg je energie van de kachel in de vorm van warmte. Ja, eigenlijk energie. Nou, het is eigenlijk vermogen. Ja, oftewel de hoeveelheid energie per seconde, dat is hier van belang. Ja, en het liefst natuurlijk zoveel mogelijk energie per seconde, zodat je lekker warm wordt. Vermogen is E gedeeld T. Nou, je hebt natuurlijk niet alleen E gedeeld T, maar ook U en I. Dus P is U maal I. En dat kun je hier beter gebruiken natuurlijk. Hoe groot is het vermogen van de kachel? Nou, U 230, I 10. Dus het vermogen is 2300 watt, oftewel 2,3 kilowatt. Let op significantie. Die energie die moet natuurlijk wel betaald worden. En daarom heeft ook ieder huis een... Kijk, een meter. Dit is een oude meter. Dat maakt ook behoorlijk wat lawaai. Maar als je dichterbij kijkt, dan zie je wat er staat. KWH. En geen joules. Ja? En als je niet zo'n oude meter hebt, maar je hebt zo'n mooie, slimme meter, dan staat er ook gewoon KWH. En KWH is een andere eenheid voor energie. Kijk, als je voor vermogen watt invult en voor de tijd doe je secondes, dan krijg je de energie in joules. Echter, als je het vermogen invult in kilowatt en de tijd vul je in uren, dan krijg je de energie niet in joules, maar in kilowattuur, kWh. Kilowattuur is dus een maat voor de energie. Let op, niet voor vermogen. Nou, kijk, dan hebben we de kachel weer, vermogen 2300 watt. Hoeveel energie verbruik je eigenlijk in één complete dag? Nou, eerst eens uitrekenen in joules. De energie is vermogen maal tijd. Vermogen is energie per seconde. Dus je doet het vermogen, 2300 watt, maal het aantal secondes in één dag, 24 maal 3600. En dan kom je op 2 keer 10 tot de macht 8 joule. Behoorlijk wat. En nu in kilowattuur. Ja. E is P maal T, blijft gewoon staan, maar voor P vul ik dan in 2,3. Ja, ik vul het in kilowatt in en voor de tijd vul ik 24 in. En ik kom op 55 kilowattuur. Het lijkt een stuk minder, het is natuurlijk precies dezelfde hoeveelheid energie. En hoe groot is 1 kilowattuur? Nou, gewoon invullen. Ja, 1 kilowattuur, kilo is 1000. Wat, de eenheid watt is eigenlijk hetzelfde als joules per seconde. En wat is 1 uur? 1 uur is 3600 secondes. En dan zie je dus dat ik er een seconde onder de streep heb staan en een seconde boven de streep. Dus die twee kun je wegstrepen en dan hou je automatisch 1 joule over, precies wat ik wilde. En als je dit even uitrekent, dan zie je dus dat 1 kilowattuur is hetzelfde als 3,6 keer 10 tot de macht 6 joules. En reken maar uit, 55 maal 3,6 keer 10 tot de macht 6, dan kom je afgerond althans op 2 keer 10 tot de macht 8 joule uit. Die 1 kilowattuur kun je natuurlijk ook vinden in, precies, binas. Ja, tabel 5, ja, daar staat bij dat 1 kilowattuur 3,6 keer 10 tot de macht 6 joules is. Oftewel, vergeet je bina's natuurlijk nooit. Oh, nou kijk, hier een lampje. Kijk, een lampje kan aan en een lampje kan uit. En dat gebeurt ook met de presentatie. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.